Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en ik ga je laten zien wat ik deze week heb gekocht aan boodschappen om ons gezin een hele week te kunnen eten geven. Ik ben deze week alleen bij de Albert Heijn geweest. Ik ben een beetje aan het kijken van hoe dat het makkelijkste werkt. Dat was eigenlijk een beetje vooral omdat ik vorige week vrij goedkoop boodschappen had, omdat ik dacht dat wil ik deze week weer. En toen ik het helemaal ging uitschrijven dacht ik zo heel erg veel heb ik weer niet nodig. Omdat ik heel erg goed kijk wat ik in mijn vriezer heb. Wat we nog over hebben van deze week. Wat ik nog in de voorraadkast heb liggen. Om echt even te zorgen dat ik niet te veel geld uitgeef aan boodschappen deze maand. Dus het was in totaal 126 euro nog wat. Ik zal zo het bonnetje laten zien. Nu had ik wel mijn dochter mee. Dus we hebben ook een aantal dingen gekocht die niet per se op het lijstje stonden. Want ja, dan ziet ze wat en dat vindt ze lekker. En dat wil je dan ook geven. Maar dan nog vind ik het echt wel meevallen. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En even de linkjes naar de receptjes. Die zijn er deze week volgens mij niet. En ik geef natuurlijk ook aan wanneer ik gebruik maak van de persoonlijke bonus. Zoals altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen. Ik heb het echt geprobeerd onder te verdelen in een beetje avondeten, snack, boodschappen, ontbijtdingen. Echt wel ongezond, een beetje. Lukt niet helemaal. We eten een keertje jachtpannetje. Ik moest heel even denken, omdat ik nog hamlapjes in de vriezer heb zitten. Het jachtpannetje is dan gewoon hamlapjes. Met die sausje heb ik ook nog. Met versiebroodjes en dan een gekookt aardappeltje. De kipburgers van vorige week hebben we nog over. Dus die gebruik ik dan met een broccoli. En ik heb nog aardappelkroketjes in de vriezer liggen. We eten een keertje hertenbiefstuk. Hebben we nog in de vriezer van de jacht over. Met gewoon een boterhammetje. Zeker het verse brood, super lekker. En dan gewoon een salade. Dus ik heb de salade even hier neergelegd ter indicatie daarvan. Morgen is het weer zo'n super hectische, drukke dag. Dat we om 16:30 een half uur van huis moeten zijn voor de logopedie. Maar dan ook om 18:50 weer 20 minuten van huis voor een keyboardles. En tegelijkertijd moet Logan aan de andere kant van het dorp voetballen. Dus dan eten we soep. Ik heb nog pastinaaksoep over van de vorige keer. En er moesten nog wat garnaaltjes bij. Dus die garnaaltjes heb ik weer even losgekocht. En aangezien die kinderen niet heel erg veel daarvan eten, eten hun gewoon zo'n half stokbroodje met kaas en ham. Groot uit de oven. Kan ik allemaal klaarzetten 's middags. En dan bel ik op van hey, we zijn van logopedie terug. Kan het alvast allemaal aan. Komt helemaal goed. We eten ook een keertje broodje shawarma. Ook met de voetbal en alles in gedachten. Ik eet er waarschijnlijk weer zo'n fit prep meal. Maar dan hebben we gyros met pita broodjes. De gyros was voor mij in de aanbieding. 2 voor nog iets. Ik zal even kijken, bonnetje. Dus er gaat ook een eentje in de vriezer. Ze vragen echt wel de hele tijd of dat we een keertje in het weekend knapportjes kunnen eten. En nu hadden ze weer die 3 blikken voor 4 euro aanbieding. Dus die heb ik maar gelijk meegenomen. Een van mijn favoriete snackjes is nu augurk met boterhamworst. Dus die heb ik dan maar eventjes ingeslagen. We hebben voorbij de hummus snackworteltjes. Die is helaas maar tot dinsdag goed. Maar we gaan het best doen. Vaak blijft het nog wel 2 dagen langer hoor. Dat gaat vaak wel goed met de worteltjes. Komkommertjes en paprika daarvoor. Witte puntjes dan dus voor tussen de middag nu. Voor beide knapworstjes. Natuurlijk als je kinderen meeneemt dan neem je dat ook gelijk mee. Die vroeg ook om chocolademelk. Dus die heb ik ook gehaald. 1 pak. Een nieuw blok kaas voor van de week. Oude kaas. Ook voor de bolletjes en voor lekkers. Lekker boterhammetje kunnen maken. Weer Crystal Clear. Dit keer iets meer. Want het gebeurt nu nog wel eens dat een van de kinderen ook gewoon tussen de middag even een glaasje neemt. Ik word gebeld. Ik heb een extra hummus gehaald om de paprika, komkommer, worteltjes enzovoorts lekker in te kunnen dippen. Ik kom nog wel eens wat eiwitten en wat vetten tekort. Dus ik heb ook deze gekocht. Dat was 3 voor 5,50. Je kan het erop zien. Dus daar heb ik er 3 van gehaald. Dat was nu een aanbieding. Dit is een goede eiwitbron. Magere filet americain vinden ze lekker op de boterhammetjes. Net als grillworst en salami. En boterhamworst. Boterhamworst heb ik dus nu eentje extra van gehaald. Om te wikkelen rondom mijn augurk. Rijstewafels vinden ze ook lekker. Soms ook vooral gewoon voor 's ochtends. Of als ze rond een uur of 4:30, 5 toch al honger krijgen. En we eten pas om 17:30. Is het een goede. Broccolismedisch, dat zit in aardbeien. Aardbeien zijn nu gewoon 4 euro. Maar goed hè, je kan ze maar hebben. En je kan er maar zin in hebben. Druiven waren 2 voor 3 euro volgens mij. Dus we hebben blauwe druiven en groene druiven. Peertjes hebben we.
1,5 kilo Jonagold appeltjes. Koekjes voor naar school. Deze zijn uitgezocht. En chocolate chip cookies voor Logan omdat ik wegging. Ik had beef jerky. Het stond natuurlijk daar bij dat vak. En toen zei ik vind deze heel erg lekker. Dus die heeft hij meegekregen. Handig voor naar school dat we even onderweg ergens naartoe. Haribo snoepjes, omdat alle snoepjes op zijn. En deze zijn nu uitgezocht. Ook goed. Dit was ook weer een persoonlijke aanbieding. Ik weet niet precies wat, maar ik heb de klasse knijp en de potjes. Dus die heb ik een beetje aangevuld. Omdat ik dus inderdaad eiwitten en vetten tekort kwam, heb ik ook aan pinda's gedacht. Dus een paar pinda's dan 's avonds moet je wel goed afmeten. Want als je daar een handje van neemt en je doet een handje te veel eigenlijk, zeg maar. Hè, je hebt een dubbele portie, telt dat heel hard qua calorieën. En sinds kort was een hele nieuw rek bij ons. Hadden ze ook van XXL Nutrition het een en ander liggen. En Oké. En toen zag ik deze voorbij komen. Het was een nieuw stellingrek van XXL Nutrition. Dus ik heb even snel gespiekt welke twee wat minder koolhydraten hadden om te proberen. Try before, hè. Dat je groot inslaat. En een nieuwe eiersnijder. Want de eiersnijder die wordt veelvuldig gebruikt met alle gekookte eitjes. Zeker door Burke. En tegenwoordig doet hij niet meer zo goed het onderste stukje door. Dus een nieuwe daarvan. En al met al was het dus €126,30. Maar van €14,51 voordeel. Het knakworstje was inderdaad goedkoop. De druiven. De shawarma. Het afbakbroodje trouwens ook. Onze garnalen. En mijn protein. Nou ja. Dit is dus de hele lijstje. Maar ze hebben nu een leuke actie. Dat is dat je mee kan sparen voor Lifehide producten. En ik heb mijn ogen een beetje op nummer 2 gericht, denk ik. Of nummer 3. 1 van 2. Kijk wat het beste werd. Want we hebben nu wel een stofzuiger. Maar ik wil echt wel een stofzuiger. En wel in één. Dat lijkt me ideaal. Of anders inderdaad echt zo'n combi clean XL ding. Om lekker te kunnen dweilen. En je hebt er maar 5 voor nodig. Dus we gaan het gewoon proberen. En dat was het voor alle boodschappen. Ik ben best tevreden over het budget. €125. Vorige week was het rond de €125. Stukken beter met de weken daarvoor. Waarin het echt gewoon €150, €170 of meer was. Dus ik probeer dit een beetje vol te houden. Wel een beetje jammer, want de crush was wel makkelijk dat het bezorgd werd. En de Jumbo enzovoorts ook. Maar ja, ik heb het idee dat als ik gewoon fysiek door de winkel loop en gebruik ga maken van de bonussen enzovoorts. Dat ik dan alsnog goedkoper uit ben door gewoon naar de Albert Heijn te gaan. Dus zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit video leuk vindt. En wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!